Dit programma wordt u aangeboden door Samen, uw partner bij het ouder worden. We worden steeds ouder en dat is op zich goed nieuws. Maar het heeft ook een keerzijde. De vergrijzing zorgt voor een onbalans tussen ouderen en mensen die voor die ouderen kunnen zorgen. Daarom moeten we nadenken over de zorg voor ouderen in de toekomst. Want die zorg is niet meer vanzelfsprekend en zal op een andere manier moeten worden georganiseerd. Daarover gaat deze serie Nieuw Oud. In deze aflevering gaan we in gesprek met Ineke Laagland. Ze is van Geriant, een organisatie die zich richt op de zorg voor mensen met dementie. De Kop van Noord-Holland is een anticipeerregio, wat zowel betekent als er ontgroening en vergrijzing plaatsvindt. Jonge mensen trekken weg naar de Randstad en uiteindelijk blijft hier een vergrijzend, dus ouder publiek over. En een van de oorzaken voor het krijgen van dementie is leeftijd. Dus neemt dementie hier in de regio fors toe. En we zien dat vooral bij Texel en Den Helder, maar in grote aantallen bij Hollands Kroon en vooral de fusiegemeente Schagen. Ja. Als iemand dementie heeft, wat is dan de rol van Geriant? De huisarts verwijst bij verdenking van geheugenproblematiek. Dus wij zijn een voorziening die alleen met verwijzing van de huisarts toegankelijk is. En wij doen dan diagnostiek, behandeling en begeleiding. Enerzijds natuurlijk om erachter te komen wat er aan de hand is en de diagnose te stellen. Dat doet de specialist ouderengeneeskunde samen met de case manager dementie en daar waar nodig ook de GGZ-psycholoog. En uiteindelijk hebben wij dan een behandeltraject totdat het thuis niet langer meer kan. Je zegt al, via de huisarts komen de mensen bij jullie terecht, maar zijn er nog andere manieren waarop mensen met jullie contact kunnen krijgen? Ja, zeker. Enerzijds de huisarts, ook komt het voor dat mensen al in het ziekenhuis door de geriater zijn gezien, dan is de diagnose al gesteld en realiseert de geriater zich dat het van belang is om in dat hele traject behandeling en begeleiding te behouden. Dan is dat de ingang. Maar ik kan me ook voorstellen, dat gebeurt ook wel, dat een ongeruste buurvrouw of een dochter of een neef of een zoon daar twijfels over heeft. Hoe gaat het nou met mijn vader of moeder of familielid? Dan kan er altijd gebeld worden en dan kijken wij hoe we in relatie met die huisarts in contact komen en kan er een consult plaatsvinden. Ja, maar de route is in principe wel huisarts en daarna Geriant. Ja, ja, zeker. Mensen kunnen jullie altijd bellen als ze vragen hebben. Zeker. Hoe ziet Geriant de toekomst als we kijken naar de toename van het aantal ouderen in de gemeente en de vergrijzende arbeidspopulatie, waardoor er meer mensen met dementie in onze regio wonen? Ja, het is nu al zo, dat weet niet iedereen, maar dat zo'n 70% van de mensen met dementie gewoon thuis woont. En de opdracht voor de komende jaren is dat het langer thuis wonen aan de orde is. En dat maakt dat we nu al zien dat we een probleem hebben om professionals aan te trekken. Wat ik net al zei, jonge mensen trekken naar de Randstad, gaan daar studeren. En uiteindelijk moeten we ze weer zien te verleiden om hier aan het werk te gaan. En uiteindelijk, als we kunnen laten zien hoe mooi het werk is en hoe mooi de regio is, dan weten we ze wel te verleiden. Maar dat is echt een uitdaging voor de toekomst om mensen om onze cliënten heen te kunnen verzamelen, om het werk ook te kunnen blijven doen. Ja, en hoe gaan jullie die uitdaging aan? Hoe trek je die mensen weer hier naartoe? De jongeren die voor die ouderen met dementie willen zorgen? We hebben natuurlijk contacten met de opleiding. Dus we hebben artsen in opleiding hier met regelmaat voor een aantal maanden. Maar we werken ook met verpleegkundige specialisten. Dat is eigenlijk een nieuwe discipline om gedelegeerde taken van de arts uit te kunnen voeren. We hebben ook HBOV-stagiaires die eigenlijk als derdejaars al kunnen kijken wat is dat nou voor vak. Ja, en zo probeer je jongelui geïnteresseerd te raken, te laten raken. Ja. Ja, het moet leuk worden. Ja, het moet leuk worden. Ja. Toch zullen er ook in de toekomst dingen gaan veranderen, neem ik aan, als het gaat om de manier waarop we met ouderen met dementie omgaan. Kun je misschien iets van die veranderingen schetsen? Nou, niet voor niks hebben we, en daar ben ik heel blij mee, hier in de kopgemeentes, dus Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen, zijn alle vier dementievriendelijk, een aantal jaar al. Wat zoveel betekent dat zij omarmen dat zij een verantwoordelijkheid hebben voor cliënten met dementie, burgers met dementie, maar ook voor hun mantelzorger. Hè. En wij met name
faciliteren ook die mantelzorger om het zo lang mogelijk thuis vol te houden. Want uiteindelijk, je kent de spotjes wel van Alzheimer Nederland, wie heeft een dementie en wie lijdt eraan? Ja, die mantelzorger lijdt net zo hard mee. Dus wij hebben echt wel een taak om hen te begeleiden en ondersteuning te bieden, zodat het thuis zo lang mogelijk haalbaar is. En dat is dus niet alleen professionele hulp, maar dat is ook ondersteuning van die mantelzorgsvrijwilligers, maar ook verenigingen, een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik heb ook wel eens gehoord over de interventiekliniek. Waar hebben we het dan over? Het is niet de interventiekliniek, maar de Geriantkliniek. En dat is een kliniek met 16 bedden die wij in Heerde-Gewaard gehuisvest hebben. Naast de 4 ambulante teams in Alkmaar, Horen, Heerde-Gewaard en hier in Den Helder. Voor de 4 regio's hebben we die 16 bedden, schaarstegoed. Waarbij observatie kan plaatsvinden, maar ook ingesteld kan worden op medicatie of advies met betrekking tot gedrag wat zich voordoet, gegeven kan worden om uiteindelijk na daar tijdelijk te zijn opgenomen thuis of op een andere plek, het kan ook een verpleeghuis zijn, op de juiste manier begeleid te worden. En die interventie is echt nodig om uiteindelijk, waar we het net ook over hadden, in de toekomst, met even dat moment van moeten kijken wat er aan de hand is en met de juiste manier van omgaan, kan iemand dan toch weer naar huis. Ja, bij interventie denk ik altijd aan, het is niet vrijwillig, maar hoe zit dat hierbij? Uiteindelijk is het meestal vrijwillig, maar het geldt sowieso voor onze cliënten als uiteindelijk opname in zicht is, of dat nu tijdelijk is of het is definitief. Ja, als iemand niet wil, dan hebben we een ingewikkeld proces, maar ook dat hoort erbij. Dan kan het met een rechtelijke machtiging of een inbewaringstelling. Ja. Stel, ik heb iemand in mijn omgeving met dementie, hoe ga ik met zo iemand om? Nou, gewoon omgaan zoals je met iedereen om zou gaan. Hè? Wat ik net al zei, dementievriendelijke gemeente, een dementievriendelijke maatschappij, daar ben ik heel blij mee. En wij hebben ook voor alle 4 gemeenten ruimte gekregen om verenigingen te scholen, winkeliers te scholen. Van hoe ga je nu om, jeugd te scholen, hoe ga je nu om met iemand met geheugenproblematiek? Hè? Want dementie klinkt dan alweer zo zwaar, maar in feite gaat het om geheugenproblematiek. Ja, en gun je iedereen in de maatschappij zijn eigen plekje te houden en zo lang mogelijk mee te doen. Je kan niet aan iemand met geheugenproblemen vragen, wil je de boodschap even doen en hem aangeven wat hij moet gaan halen? Want dat is hij tegen de tijd dat hij in de supermarkt is weer vergeten. Dat is natuurlijk ook een aanname, want we hebben altijd een beeld van iemand met dementie die heel ver gevorderd is in dat ziekteproces. Maar we hebben het ook over mensen die nog prima leerbaar zijn, hun pincode nog kunnen onthouden, inderdaad een boodschap kunnen doen, gezamenlijk kunnen sporten, met een beetje hulp en ondersteuning van een vrijwilliger nog dat kunnen doen wat ze graag willen. Dus het is dichterbij dan je denkt. Weet je, wij hadden een mooi voorbeeld in Schagen bij de sportschool. Daar hadden we specifiek voor een aantal van onze cliënten een sportuurtje. En daar ontstond een band, want die sportinstructeur die ging daarna ook even koffie drinken met de mensen. En dat werd een groep met elkaar. En één meneer ging altijd rechtsaf aan het eind van de sportdag en toen een keer linksaf. En die sportinstructeur dacht, wat moet ik daar nou mee? Moet ik hier nu op inspringen of moet ik het laten gebeuren? Heeft er echt een nare middag van gehad. Uiteindelijk toch de echtgenoot gebeld van die meneer. Wat bleek, hij zou een boodschap doen bij de bakker. En dat was toevallig de andere kant op als naar zijn huis. Dus niets aan de hand. Maar dat is wel iets waarvan wij snel denken, het kan niet, maar er kan heel veel wel. Als mensen meer willen weten van wat jullie doen, waar kunnen ze de informatie vinden? Op de website www.geriant.nl of bel met een van de locaties. Kan altijd. In de volgende aflevering van Nieuw Oud gaan we kijken bij Onder de Acacia's in Schagen, de thuisbasis van de Ouderenbonden. Daar praten we met Arthur Brandt. Hij is voorzitter van de Ouderenbonden. Dit programma wordt u aangeboden door Samen, uw partner bij het ouder worden.